Nou, ik sta hier naast Brikka en Seafree. Super gangster namen voor van jullie. Nou jongens, jullie gaan straks battle tegen elkaar. Hoe heb je je voorbereid? Ja, niet eigenlijk. Je krijgt in de mail krijg je zo weinig info, dus je moet echt een beetje bij elkaar krabbelen. Oké, okay, nou, hij heeft zich niet voorbereid. Beter voor jou, toch? Hoe heb jij je voorbereid? Ja, ik schrijf altijd in de les en vanzelf, als je iemand bezig bent, dan kan je het wel een keer uit je hoofd. Blijf aanpassen, blijf leren. Leuk accent. Accent? Ja. waar kom je vandaan? In Nederland? Enter. Hoe? Enter. Enter? Ja. Toetsenbord, nee. Ken ik niet. Oh shit. Bars, man. Bars. Oké. Nou, jullie hebben jullie ook research gedaan of zo op elkaar? Ja, geprobeerd, maar kwam niet echt. Nee. Ik weet ook niet waar Enter ligt, dus. Nee, precies, dat bedoel ik. Dus ver weet ik niet. Veel en heb jij research gedaan op hem? Ja, nee, man. Nee, ja, ik kan er niet echt iets op vinden, toch? Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat jullie straks lekker gaan battelen. En dat jullie elkaar kapot gaan maken. Nou, succes jongens. Welkom bij Punch Out Battles Next Gen, heren. Rapper aan mijn linkerkant, stel jezelf voor, man. Seafree, kom uit Enter. Ik ga gewoon mijn ding doen. Even kijken hoor, Seafree. En waar was hij nou? Juist, hem hier zo. Alright, rapper aan mijn rechterkant, stel jezelf voor, man. Breka 0162. Shout-out naar mezelf, omdat ik gisteren 17 ben geworden. Shout-out naar Stef, omdat hij Noah G thuis heeft gelaten. Ja, let's get it. Oké dan. Hey, laat je voordeel voor de boys, man. Yes. Wie gaat beginnen? Ik. Jij gaat beginnen, Seafree? Ja. Oké dan. 1,5 minuut op Seafree, let's go. Oké. Dus jij zegt dat de Chris je mattie is. Gast, als hij in mijn klas zit, ik drink nog liever bedorven pis met vis. Maar ik wist niet tegen wie ik moest pennen, tot ik jouw foto leerde kennen. Je had zulke spleetogen, zelfs op de wallen zou ik je spleet niet kopen. Fuck. Rustig. Wist ik je naam maar, kon ik daar een grap over maken? Ik noem je de slechte versie van Kama. Kom jij met komen breken, zegt de jury laat maar. Die lange lama is hier klaar, en dit nieuwe jaar is geen plek voor Brikka. Dit is geen commentaar, nee, dit is mijn jaar. En je bent geen steen, zelfs Luigi ziet het meteen. Je bent zo dun en lang, net als de stokjes waarmee Sancho zijn rotti eet. Heeft iemand wat klein geld? Ben bang dat zij maalt mijn geld. Ik doe het alleen voor mijn ogen en zo is dat lelijke bult tenminste een beetje verzeld. En ik noem mezelf de wel Seafree, maar nu ik jouw kop zie, had ik toch liever je moeder gezien. Afijn, dat was mijn je mama magazijn. Jij houdt van mensen, jij haat mensen die denken dat ze alles zijn. En Menace is er zo eentje die alleen maar rapt alsof hij de man is. En jij vertelt waarschijnlijk de beste MC om al zijn kennis. Waarom geen Kaaskoes of QC? Nah, you want Menace D. Jij hoopt dat Menace een penis aan jou geeft. En dan met kerstmis een penis in jou steekt. Ja, dan gaat Menace diep. Jij bent lonely, niemand zonny. Niemand likt ooit aan je tolly. Je wou ballen, maar geen geld voor een connie. En nu is fappen je hobby. Dus gaat iemand... Time. Anderhalve minuut op Brikka, let's go. Yo, Seafree, heb je een chick of niet? Want je lijkt me best wel bi. Ja, sorry man, maar ik wist het niet. Maar ik denk, dan vraag ik het toch gewoon naar Free. Free heeft in ieder geval geen ballen en lef. Bij je sma doe je altijd klef. En nou sta je hier naast mij on stage, doe je alsof je een van de judges hebt gebeft. Maar eindelijk, als ze jou niet doorlaten, dan ga je zo meteen janken om een paar woorden. Noah G tegen Stef. Hij heeft wel wat eigen stappen van steen. Zie die gare ogen van hem. Maak een lijntje, snuif die shit. Nee, fuck ouwe. Hij heeft wel wat eigenschappen van steen. Heeft hij tenminste nog wat over op te scheppen. Zie die gare ogen van hem. Maak een lijntje, snuif de shit om jezelf op te peppen. Hopelijk kan je dan ook wat beter rappen. Free heeft aan de pillen gezeten, te veel paddo's gegeten en denkt nu dat hij de best is. Fuck. Time. You sure? Fatou, nee. Dit is je kans, dit is je moment, hè? Laatste stukje. Eenmaal time is time, hè? Yes. You done? Time. Yes. Alright, time, man. Laat je voren voor deze boys, man. Eenmaal time.
Brainy, what's good met deze twee, man? We beginnen links. Ja? Met de man aan mijn linkerkant, C-Free. Zal ik beginnen? C-Free, zo spreek ik het uit. Ja. Yes. Ja, het was een beetje twijfelachtig. En weet je wat het is met jou? Ik vind wel dat je sommige dingen heel grappig zegt. Op het laatste lacht het publiek ook. Maar je delivered het een beetje alsof je zelf staat te kijken dat jij het zegt. Van, oh shit, ik praat en ik rap gewoon, weet je. En dat is, ja, dat is, nee, maar dat is gewoon, weet je, dat heeft iets humoristisch. Maar ik denk, je hebt zeker, er zit zeker wat in, maar je moet wel echt nog meer oefenen en meer overtuigingskracht hebben. Nu was het echt alsof je zelf dacht van, oh, mijn mond gaat open en ik heb bars. En weet je, dat was heel, heel leuk om te zien. Maar als je even langer ermee bezig bent, dan denk ik dat beter kan worden. En je had eventjes ook een pauze. Je had ook een soort wanhopige paar momentjes. Maar ik vind wel, je moet echt even terug naar het laboratorium, oftewel back to the lab. Even oefenen, herschrijven. Maar ik vind niet dat je rijp bent voor de nieuwe ronde van POB. Maar blijf vooral doorgaan. Dus, door of niet door? Nee. Nope, geen door. Klopt, was goed. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Je ziet dat je heel zenuwachtig bent. Dat is ook niet erg. Ik was altijd zenuwachtig, dus je kan er nog best wel af en toe een battletje mee winnen. Het kan. maar ja, daardoor mist het een beetje de power. Het is allemaal niet heel slecht, maar ja, we moeten gewoon een beetje streng zijn. En het is echt niet goed genoeg voor Punch-Out nu, anno 2016. Dus sorry. Niet door. Tim? Ja, ik heb het gevoel dat je hier staat om wat aan jezelf te bewijzen. En dat heb je dan bij deze gedaan, maar ik denk niet dat je door bent. Dat lijkt me duidelijk. Nee, 3 keer niet door. Niet door sowieso, maar toch bedankt voor het komen en deelnemen, man. Super. Yes, sir. Brikka. Brikka. Klopt. What's good met Brikka? Ja, Brikka, ik had jou, denk bij de vorige auditieronde had ik jou misschien nog een twijfel gegeven. Omdat het op zich wel oké is. Het probleem is, we moeten gewoon gaan streng zijn. De pool is een stuk groter dan voorheen. Voorheen moesten we gewoon een x-aantal MC's hebben. Nu moeten we echt selecteren van wie kan nu gelijk al bij Punch-Out een gekke battle neerzetten. Ik denk nog niet dat je daar aan toe bent. Dat neemt niet weg dat misschien in de toekomst wel een keer kan gebeuren. Want je bent ook nog jong natuurlijk. Dus voor nu was het wat mij betreft nog niet goed genoeg. Maar wellicht dat we je over een tijdje, precies wat Brain net tegen hem zei, ook back to the lab. Weet je, blijf altijd werken. En zolang je eraan werkt, ga je ook groeien. Altijd. Dus ik moet voor nu helaas nee zeggen, maar ja, tof dat je er was. Dat wel. Tim? Ja, eens met Klop. Ja, maar kijk, zeg maar, als je hem al niet kan vermoorden, dan ja, weet je. Ja, nee, maar niks ten nadele van jou. Maar ja, sorry, weet je. Maar jij zet een prestatie neer die gewoon echt beneden maat is. Je zou hem freestylen het al heel makkelijk in twee zinnen van, wat stel je nou zenuwachtig, weet je. Je kan hem heel makkelijk domineren door je houding. Als dat al niet lukt, en dan choke je nog in je eigen bars. En denk ik van, ja, weet je. Dan moet je gewoon verder met oefenen. En daar is niks mis mee, want je bars waren gewoon goed, maar qua delivery, ja. Dus niet hoor. Ja, Brikka. Je naam was veelbelovend en ik verwachtte ook veel. Maar ook toen je opkwam gelijk, dus ook een kleine tip alvast. Je wrijft zo in je ogen en je zei het een beetje van alsof je het zelf nog niet helemaal geloofde dat je het ging zeggen. Maar je staat daar en als je daar staat moet je het gewoon doen, man. En ik vond het wel sportief dat je zelf zei time, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik vond het niet goed genoeg. Maar je begon best wel oké, maar het ging zo snel downhill. En dat gaf je zelf ook toe, dat vind ik dan wel weer eerlijk. Maar kondig jezelf ook iets meer aan van, joh, hier is Brikka, ik ben hier, ik ga het doen. En dan daarna qua teksten meer oefenen, man. Oefenen. Dus ik zeg absoluut nee, maar ga vooral door. Ja, toch? Zeker. Ja, jullie hebben sowieso allebei 3 keer niet door, dus dat is niet door. Maar ja, kijk, voor jullie allebei de eerste keer waarschijnlijk, toch? Yes. Ja. Oké, dus dat is belangrijk. Daar moet je ook trots op zijn, ja. Het ijs is gebroken, je weet nu waar je aan moet werken. Snap je? Dus misschien volgende keer beter, man. Zeker. Absoluut. Allebei niet door, maar even. Brikka en C-Free die hebben net een battle erop zitten. Hoe vond je het gaan? Nou, niet zoals ik wou. Wat ging er mis? Ja, ik raakte mijn tekst kwijt ook. Dus elke keer als ik klaar was meteen opbouwen, dan vergat ik weer hoe ik bij de volgende moest beginnen. Dan ging ik weer dingen door elkaar halen. En ja, dat was het wel een beetje. En komt dat een beetje door de zenuwen of heb je je niet goed voorbereid? Nee man, ik voor de tijd, ik had alles in mijn hoofd. Alleen dan sta je daar en in één keer boom, toen was het klaar. Man. Staat ineens Brikka tegenover jou. Hoe ging jouw eerste battle? Ja, mijn eerste battle, ja, qua scheme, ja, wel redelijk. Maar die laatste paar zinnetjes, die viel gewoon weg. Spanning.
En dan zeg je time, zeg maar. Ja, en dan zijn ze niet blij mee, de jury. Nee, en dan sta je in de foyer en die spanning, ja, dat komt dan hier binnen en dan ben ik het daarna gewoon kwijt. Dus dan denk ik van ja, ik kan een freestyle proberen, maar dan komt het toch niet meer goed uit. Dus dan is het gewoon de time. Jammer, Milo. En dan helaas niet door. Kan je je wel vinden in de kritiek die je kreeg van de jury? Ja, zeker. Zeker. Ik snap ook wat Klop zegt en wat Brain zeggen. Gewoon oefenen, terug naar het laboratorium en misschien terugkomen. Dus we zien jou hier misschien volgend jaar weer. Misschien, kans is toch. En jij, kon je ook wel vinden in wat de jury tegen jou zei? Ja, sowieso wel. Maar ja, ik weet niet wat het is, maar volgende keer gewoon ontspannend blijven. En dan zien we jou gewoon volgend jaar hier weer toe. Ik ben volgend jaar sowieso weer. Dat is goed, man. Boys, succes. Bedankt voor het meedoen in ieder geval. En wellicht tot volgend jaar. Pet.